Basie, ik ga je iets vertellen over een soortgenoot van je die in Den Haag woont. Wel een stukje groter. Het is dus een haasdier en daarom gaat het als volgt. Boos, Boosie. Het is dus een haasdier en daarom gaat het als volgt. Luister. Dus dat gaat als volgt. Luister nou. Boosie. Wat is er, mijn lieverd? Tony Tijger. Tony Tijger had zo'n tandpen. Tranen rolden langs de toet. Tony, ja, zijn tweelingzus, zei Tony, weet je wat jij doet? Nam meteen naar tandarts stekken, anders is het straks te laat. Want dan klettert jouw gebitje tand voor tand totaal op straat. Toen zat Tony niet veel later trillend in de tandartsstoel. Tjonge, zuchtte tandarts Tekkeltje, dat geeft een rotgevoel. Maar jij snoepte te veel toffies, dus voor straf krijg jij geen spuit. En hij trok plots met twee poten om de tang de tand eruit. Auw, jankte Tony Tijger. Treiterige tandentrekker, maar ik heb zat tanden over en een tekkel smaakt best lekker. En toen heb Tony, moet je weten, met trek de tandarts opgevreten. Hoor je dat? Nou, wie staat in dit boekje van aap tot zet? Een dierenalfabet. Zo is het, maar niet.